In elk geval, we hadden nog voor u te goed een gesprek met een van de bestuursleden van de nieuwe beweging. Beste Lee, wij gaan nu overschakelen naar Paramaribo voor een live gesprek met de heer Guillermo Samson. Meneer Samson, bent u er? Ja, ik ben er. Iwan Botse. Ik bel u op omdat wij begrepen hebben dat de vereniging van u, van de nieuwe beweging, dat er een manifestatie heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk is nu de vereniging bekendgemaakt aan de samenleving. Kunt u ons daar iets over vertellen? Ja, dat heeft gisteren plaatsgehad in Matagouri. De bestuursleden van de beweging die zijn geïnstalleerd en bekendgemaakt. En is daar ook doorgegeven wat die beweging namelijk van plan is te doen. In elk geval, het is een technocratische regering die de beweging namelijk voorstaat. En zijnde, we willen niet zo zijn als alle andere politieke partijen, waar de voorzitter het voor het zeggen heeft. Maar hier hebben we te maken met een primus inter pares, de eerste onder zijn gelijke, een coördinator die mogelijkheden schept, namelijk voor mensen die niet speciaal aangesloten zijn bij een politieke partij, om zich te kunnen opgeven als een van de functies in het bestel zouden willen bekleden, zouden kunnen solliciteren. De mensen worden geballoteerd en mag het zover zijn, dan moeten ze ook nog bij een notaris verschijnen, waar ze een verklaring gaan tekenen dat ze zich gaan houden aan de regels die gelden van goed bestuur voor de beweging. En daarna kunnen ze namelijk aan de slag. Die beweging is namelijk opgezet omdat het verschrikkelijke fout gaat. We hebben altijd gekend eigenlijk partijpolitiek in Suriname. Maar we hebben gezien, die partijpolitiek heeft als zodanig niet gewerkt. Eigenlijk, we hebben veel met corruptie te maken gehad. En vooral vanaf 1975 heeft die corruptie zo'n beetje een stijgende trend aangenomen. Zo zelfs dat we eigenlijk bijna aan de rand eigenlijk van een faillissement zitten. Met die verstande dat de laatste regering waarmee we kennis hebben gemaakt, zoveel met allerlei wantoestanden te maken hebben gehad, met allerlei corruptieschandalen te maken hebben gehad, dat we hebben gezegd van nee, dat kan zo verder niet gaan. Vooral gezien het feit dat er over een paar jaren olie uit de grond, of uit de Hoornzeebodem gehaald zal worden, er aardig wat geld verdiend zal worden, zeggen we dat als wij eigenlijk deze gasten weer zouden willen laten komen en ze moeten gaan over de oliepenningen die dit Surinaams volk gaat verdienen, dan weten we wat er gaat gebeuren. We hebben al een voorspel namelijk hiervan gezien van partijen als die nu aanzitten, de Oranje Partij, de ABOP Partij en nu de Pertjajal Hoerpartij. En natuurlijk de NPS heeft ook ingezeten en heeft ook een rommeltje, vooral op het gebied van onderwijs, gemaakt. Dus wij zeggen, in elk geval, de traditionele partijen zoals we die kennen, die moeten nooit en nooit meer komen. En men moet namelijk nieuwe partijen, jongere partijen, liefst partijen die nooit eerder aan de macht zijn geweest, een kans geven om te komen tonen wat ze kunnen. Waarvoor wij op de eerste plaats staan? Op de eerste plaats willen we, als wij genoeg zetels mogen halen en in het bestuur mogen komen zitten, die armoede, een stukje armoedebestrijding, die moet tot het verleden gaan behoren. Want ik kan u zeggen, mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk. Verder zien we dat op het gebied van volksgezondheid, ik kan liever praten van volksongezondheid, want we hebben nog nooit zoveel wanbeleid gezien op het gebied van volksgezondheid, dat eigenlijk de hele volksgezondheid helemaal kapot is. We denken verder aan onderwijs. Onderwijs is, ondanks het feit dat deze regering, toen vertegenwoordigd door de NPS en binnen onderwijs, een 100 miljoen US, waarbij de minister heeft gezegd, ze heeft geen geld, namelijk om
zaken uit te voeren. Daarom liepen die dan zaken zo krakkemikkig. Maar ze hebben $100 miljoen van de IDB gehad. En dus ondanks heeft deze partij, vertegenwoordigd door die mevrouw, die minister was op onderwijs, het gepresteerd om via een doorstroomregeling een hele generatie aan kinderen kapot te vernietigen. We weten, en er was maar één goede minister in dit kabinet, dat was Stefano Tjanahung, die van Wetenwest. Maar in feite moeten we zeggen, er zijn meer ministers in het kabinet, er zitten meer ministers in het kabinet, die gewoon diploma's hebben gekocht bij een bekende in Miami. Met alle consequenties en verstanden van dien, dat er bij zeker een 50% aan valse diploma's in de omloop zijn. En de mensen hebben allemaal topposities in het bedrijfsleven ook, all over, binnen de overheid en vooral binnen de ministerraad. Dus het werk voor geen meter. We denken bijvoorbeeld aan de veiligheid. Ja? Daar moet er ook wat aan gedaan worden. Ook daar is er geen geld voor. Maar er is geld, maar er wordt enorm veel geld namelijk over de ballen gegooid. Ook meegenomen de corruptie. Subsidies die zijn afgeschaft. Ook op stroom, et cetera. Dus mensen zijn in grote problemen gekomen. Maar die veiligheid, daar moet er namelijk aandacht aan besteed worden. En dat wil die nieuwe beweging komen doen. Als ze aan de macht mogen komen. Zijnde, je bent tegenwoordig niet veilig meer in je huis. Diefijzer wordt weggetrokken terwijl je slaapt in de avonduren. Mensen zitten op hun balkon. Ze komen op het erf en in het ergste geval word je nog doodgeschoten. Winkeliers die hebben hun leven niet. Op straat word je klemgereden. Het is vreselijk erg en niemand doet er nog wat aan. We denken bijvoorbeeld aan die infrastructuur. Dit is niet om aan te zien. Met dien verstande dat er ook heel wat dodelijke slachtoffers vallen. Nou, dat zijn namelijk zaken, de meest belangrijke zaken voor beweging voor staat prioriteit heeft. Maar daarnaast moeten we ook denken aan wat ze noemen het kader dat vertrekt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de strategische groepen. En als ik praat over strategische groepen, dan denk ik aan mensen in de verpleging, leerkrachten, politie, militairen, brandweer. Wij zeggen aan deze mensen die aangesloten zijn bij een bond, deze beweging, die een vereniging is, die leent zich ervoor. Dus sluit je aan bij die beweging en dan kan je bent dan ook dichter bij de macht, je bent dichter bij de ministers, de uitvoerders, ja. Dan kan je zaken zelf rechtstreeks gaan regelen. Want wat zien we, de mensen betalen zich blauw aan contributie en die vakbondsleiders tegenwoordig, die zijn meer chowmin eters noemen ze die mensen. Ze zitten chow min met de president te eten. Ze verkopen, ze hebben zo'n beetje op een enkeling na, hebben ze namelijk die mensen verkocht. Ze hebben die mensen hun contributiegeld genomen en ze schelden die mensen nog uit als de mensen op willen komen met alle gevolgen namelijk van dien. Ik denk dat via de nieuwe beweging, en ik roep ze op om te komen praten, om zich te registreren, dat ze zo beter hun zaken namelijk kunnen regelen, rechtstreeks, dan indirect via vakbondsleiders die hun finaal namelijk voor de gek houden. En zo zijn er een aantal zaken die we willen kunnen realiseren. Natuurlijk, we hebben prioriteiten. Wij gaan echt niet komen met zaken als bruggen bouwen van Guyana naar Suriname en dat soort van zaken. Als er bruggen gebouwd moeten worden, dan zijn het meer over de Surinaamse rivier. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een tweede brug tussen Komowijnen en Paramaribo. Of misschien meer bruggen en misschien ook een roll-on-roll-off systeem. Het geld moet efficiënt gebruikt worden. Let u wel, er is miljarden is er te halen uit de olie. Maar als het niet goed wordt gemanaged, dan krijgen we die Afrikaanse toestanden. Wat bedoel ik daarmee? In Afrika hebben bepaalde landen enorm veel inkomsten aan olie. Gas en olie. Maar wat zien we? Het volk gaat gebukt onder een enorme armoede. En dat staat namelijk Suriname te wachten. Trouwens, we zeggen het, als de mensen hun les niet hebben geleerd, heeft in een opperdee ei om te kijken wat hun te wachten staat, dan verwacht ik niet veel goeds voor de mensen als ze deze gasten, die hebben getoond het totaal niet te kunnen, het kader er niet voor heeft, ja, dat ze een gewisse dood tegemoet gaan. Misschien een hongersdood of wat dan ook. Trouwens, op dit moment
stappen heel veel mensen, jonge mensen vooral, uit het leven, omdat ze het niet meer zien zitten. Omdat ze worden onderdrukt door een regering. Kortweg, ik heb pas nog gezegd, en gisteren nogmaals, we zitten in een katibo, we zitten in een slavernij. Waarvan we een slavernij kenden voor 1863. In 1863, 1 juli 1863, is die slavernij afgeschaft. En we zitten nu in een nog ergere slavernij waarschijnlijk dan daarvoor. Die volgend jaar, ongeveer over een jaar, dus precies over een jaar, afgeschaft moet worden. Laat je deze mensen weer komen zitten, dan voorspelt het niet veel goeds. En dan dat denk ik wel dat we het land kunnen afschrijven. Want nu zijn alle instituten al kapot. Sommige mensen zeggen, je kan niet eens in de binnenstad lopen. Het loopt onder water, allerlei rotzooi, dat hebben we nooit gehad. In elk geval, de mensen die daar zitten aan hun zak, maar het volk interesseert ze niet. Iets anders wat wij ook op ons programma hebben en dat verschrikkelijk belangrijk is, dat is woningbouw. Vele mensen zoeken een woning en wat zien we als mensen woningen gehuurd hebben, dan gelden namelijk Europese of Nederlandse toestanden voor de huur van woning. Ja, dat willen we gaan doen. We denken ook vooral bijvoorbeeld aan de mensen die in de zogenaamde ghetto-buurten zitten. Ik wil die naam niet gebruiken. Ik zeg achtergestelde buurten. Waarbij kinderen slapen in de avonduren. En als ze naar school gaan, dan gaan de jongeren die de hele avond zo'n beetje op hoeken van winkels staan. En ook overdag, dan gaan ze even slapen. De mensen moeten komen in een betere, gesitueerde omgeving waar er, hoe noemen ze het, waar ze kunnen werken, waar ze een huis hebben. We hebben tegenwoordig ook getrouwde jonge mensen die, hoe noemen ze het, met 20 in een huis zitten met vader, moeder, grootmoeder. Dat soort van dingen streeft de nieuwe beweging ernaar om het, hoe noemen ze het, om ervan af te komen. De nieuwe beweging, wat is de naam van die nieuwe beweging? Anyong Serenang Beweging, ANSB afgekort. Ja? Anyong Serenang Beweging. Ja, ANSB. En we hebben geen naam van niemand overgenomen. Er was een hele discussie met een of andere gek over dat we namen hebben genomen. We hebben een persoon gestuurd om de nieuwe beweging te gaan inschrijven. Hij heeft het ingeschreven en is daarmee gaan shoppen. En toen hebben we direct gezegd, meneer, we gaan niet in discussie met psychopaten die in LPI thuis horen. Wat wij namelijk gaan doen, we vertalen die naam gewoon in het Surinaams. Dus de nieuwe beweging werd Anyong Serenang Beweging. En toch beweert men nog, we hebben namen overgenomen. Hey, luister nog, ik ben een wetenschapper en ik hou mij niet bezig met mensen die niet mijn niveau zijn en met corrupte dingen namelijk bezig zijn. Vreselijk anticorrupt. Die nieuwe beweging staat voor anticorruptie. Dus mensen willen weten, er vandaag bijvoorbeeld weet ik dat heel wat mensen hebben gebeld om langs te lopen, om zich te registreren. Ze houden van het idee, ze zien er wat in zitten. Ze zeggen ook, ze zien niets meer zitten in die oude politiek die het hele volk namelijk ten gronde heeft gebracht. En ik moet zeggen dat de mensen zich al volop komen om te registreren. They like it. Ik was continu aan de telefoon met mensen die ik namelijk heb uitgenodigd. Maar bent u zelf als bestuurslid niet bang dat de presentatie zoals ik die nu hoor misschien voor een groot gedeelte van de Surinaamse bevolking misschien een beetje hoog gegrepen is, omdat het is, je moet toch wel nadenken erover, en we weten hoe onze mensen zijn daar in Suriname, dat de meeste van die mensen die weinig onderwijs hebben genoten en onderwijssituatie zoals u al aangaf is behoorlijk slecht, dat die mensen niet goed nadenken over wat het verschil is tussen deze vereniging die aan politiek doet en de andere van nature oude politieke partijen. Het is gewoon een politieke partij als alle andere partijen, ja, met dien verstande dat wij zeggen, die leden die zitten niet zelf rechtstreeks in de politiek, dus alle leden. Het is namelijk zo, de mensen die in het parlement willen komen, RR en DR, die moeten namelijk lid zijn van die vereniging. Maar voor de rest, de mensen die functies willen gaan bekleden als minister, als directeuren van parastatale bedrijven, die zijn niet verplicht om lid te zijn. Dat
wil zeggen, we sluiten geen enkele politieke partij uit. We hopen dat wij genoeg zetels krijgen, dat we de informateur en daarna de formateur kunnen zijn. En ik kan u zeggen, we gaan praten met de eerlijke mensen in de politieke partijen, want we willen absoluut geen corruptelingen hebben, want dan gaan de mensen natuurlijk achter ons redden. En als je niet oppast, ga je het zelfs bekopen met de dood om mensen voor de gek te komen houden, zoals dat is gebeurd door de Oranje Partij, ja. Dus dat is namelijk het verschil, dat mensen lid zijn. Je moet in normale politieke partijen, moet je weten, het zijn applausmachines. Dus de mensen die lid zijn van de politieke partijen, die zijn applausmachines. Nee. Ja, maar goed, bij mij gaat het meer om de mensen, en ze komen ook participeren en meedoen. En wat vooral een rol speelt, luister nou, wat ons het meest bezighoudt is die armoede, die honger wat mensen lijden. Dat mensen geen kaart hebben. Dat zijn dingen die wij op de eerste plaats willen komen doen. En daarvoor hoef je geen scholing te hebben. Om te weten, meneer, je moet afwan dat rakarta, je moet dokter hebben, efisiki, je moet abinyang, en dat je naf namelijk tap uku, je moet afwan osof libi. Dat zijn dingen die spreken tot de mensen. Deze dingen worden aan mensen beloofd met jari en weet ik wat allemaal meer. Maar ze komen het niet naar, maar Is de afstand van deze vereniging... Wat zegt u? Is de afstand van deze vereniging, gevoelsmatig zeg ik dat, niet een beetje groot voor de gewone man van de straat, die niet gewend is na te denken over politiek en over dit soort zaken, maar gewoon gaat stemmen en Miloba Mandati of Miloba Umadati mo stemtapadati? Dat kan spelen, maar ik kan niet zeggen... Vele mensen denken dat de VHP terugkomt met de ABOP en met de Percheile hoor. Ik kan niet zeggen, ik weet het vegen. Want ik heb een paar voorbeelden uit de praktijk waar het is gebleken dat wanneer mensen namelijk het verschrikkelijke moeilijk hebben en moeten kiezen, dat ze weten hoe ze moeten stemmen. Zo zien we bijvoorbeeld in 1987, nadat wij door een verschrikkelijk diepdal zijn gegaan vanwege militaire dictatuur, dat de mensen gewoon massaal hebben gestemd voor het front, waarbij het front zelfs 41 zetels had. Ja, maar hoe denkt u deze mensen, hoe denkt u de man van de straat, de vrouw van de straat te bereiken met deze vereniging? We gaan huis aan huis namelijk, dat mag u namelijk weten. En we hebben mensen die eigenlijk ook een ervaring hebben namelijk met de politiek. Moet je namelijk weten. Maar sowieso, we gaan het verkopen voor de mensen in hun taal. En dan is het up aan hun meneer om te zeggen, wel ja, ik stem op ze of ik stem niet op ze. Ze mogen kiezen weer voor het oude, maar we willen ze wel voorhouden wat er namelijk allemaal namelijk te wachten staat. Ja, dus zo kan ik ook bijvoorbeeld noemen. Ik ben een van de oprichters geweest, namelijk van DA 91. Gewoon omdat het niet goed ging van 0 naar 9 zetels. Daarna, door wanbeleid, hebben ze het natuurlijk weer verprutst. Hè. En we hebben zelfs gezien toen op een bepaald moment... Kijk namelijk wat er is gebeurd. Waar was het namelijk? Toen het niet goed ging... met de NDP hebben de mensen toen ook massaal gekozen voor de VHP. Denk je dat het zomaar is gekomen en dat het alleen maar Hindustanen zijn geweest die hebben gestemd namelijk voor de VHP? Dus ik denk dat te ak at pina bing in nak ding. De knap aan een rand namelijk, voor, hoe noemen ze het, voor Akatibo, voor Adede, dat ze wel zullen moeten, dat ze wel zullen beseffen, of misschien realiseren van, laten we voor iets gaan kiezen dat eerlijker overkomt dan wat wij tot nu toe hebben gehad. It's up to them, you see? Ja. Wanneer is deze vereniging, tenminste de doelstelling enzovoort, en het meedoen aan verkiezingen, wanneer is het geslaagd voor uw gevoel? Als wij namelijk een, hoe noemen ze het, kunnen meer deelnemen namelijk aan de regering. Het mooiste zou zijn als de mensen natuurlijk in verstand gebruiken en zeggen, het klinkt nieuw, het klinkt mooi, het heeft verschrikkelijk veel voordelen. Deze mensen komen om voor het volk te werken en niet voor de mensen die er zitten in eigen zak. En ze geven ons genoeg zetels dat wij mensen kunnen gaan balloteren en presenteren aan het volk. En dat die mensen namelijk het werk namelijk kunnen gaan doen, dan kan ik zeggen het is geslaagd. Wat de mensen ook moeten weten, die hele beweging is ook
of de regering die er moet komen, is een nationaal technocratisch kabinet. Wat is dat? Mensen die verstand namelijk hebben van zaken. Want in deze regering, het overgrote deel, of ik denk allemaal, zijn eigenlijk ongeletterde mensen die er zitten. En ledigheid is des duivels oorkussen. Ze weten niks. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan stelen, ze gaan roven. Ze gaan komen met corruptie. Ze onderdrukken mensen. Het is echt naar het primitieve toe als je geen opleiding hebt. En dat heb je namelijk met dit soort van mensen die in die regering zitten. Wij zeggen, wij willen crème de la crème naar voren schuiven. Is net als je hebt een nationaal elftal. Je hebt Robin Hood Transvaal of je hebt daar, hoe noemen ze het... Ajax, Feyenoord en weet ik wat allemaal meer. En uit die partijen, uit die groepen, ga je de beste mensen namelijk ervoor uithalen. Die verstand namelijk hebben van de zaak. Je balloteert ze, je gaat kijken of ze een feit op hun naam hebben. Dat ze clean zijn. En daarna laat je ze ook nog een contract tekenen bij een notaris. Dat ze zich gaan houden aan de, hoe noemen ze het, aan de doelstellingen van die beweging. En die doelstellingen van die beweging is namelijk op de allereerste plaats om te komen, om te werken voor dit getergd, misleid en voor de gek gehouden volk al die jaren. Ja. Wat verwacht u van zeg maar de diaspora, de mensen in het de Sranamangs in het buitenland? Wat verwacht u van ze ten aanzien van de zeg maar de politieke situatie in Suriname en de komende verkiezingen? We kunnen weinig over zeggen. Wat wij zeggen, we gaan die naam diaspora niet gebruiken, omdat die naam diaspora gebruikt en misbruikt is geworden door deze regering. Met alle consequenties van dien. Het heeft een vieze, vuile nasmaak. Maar in elk geval, we praten over Surinamers in het buitenland. Er is verschrikkelijk veel kader, mede door toedoen van deze regering, vertrokken naar het buitenland. Dus we zitten met kadergebrek. Ik heb u al gezegd, heel wat instituten zijn gesloten. Ze kunnen niet functioneren. De ziekenhuizen kunnen niet goed draaien. De onderwijsinstellingen ook niet. De leerkrachten zijn vertrokken naar andere orden. En we hebben gezegd, om de mensen zover te kunnen krijgen als ze willen, om in bijdrage te komen leveren als Surinamang, dan willen wij komen met datgene wat jullie daar kennen, die dubbele nationaliteit. Dat wil zeggen, buitenlanders mogen naast een Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit krijgen. Volgens de artikel 5 van die wet toescheidingsovereenkomst bestaat ook die mogelijkheid voor Suriname. Ik zei u, er is al een uitspraak geweest van de Hoge Raad daar in Suriname. En er zijn deskundigen al die bezig zijn het verder. Ze hebben het eigenlijk al bestudeerd om het te gaan implementeren. Dat wanneer mensen hun bijdrage op welk gebied dan ook hier willen komen verlenen. Het gebeurt bij die voetballers zo'n beetje, heb ik begrepen. Dat ze ook die dubbele nationaliteit kunnen krijgen om hun bijdrage hier te komen leveren. Wij hebben geen Hollanders nodig die bij de Belastingdienst loopt en zit te kijken naar Surinamers die daar wonen, wat ze allemaal hier hebben, wat ze verdienen en dat soort van zaken. Wij kunnen onze dingen zelf doen. We hebben die deskundigen ook daar in het buitenland, daarin, vooral in Nederland, maar misschien ook in andere landen. En die mensen wil die nieuwe beweging vooral nauw mee gaan samenwerken en hun eventueel contracten aanbieden, want ik neem aan, je gaat niet van één op het andere moment opbreken om hier te komen, maar dat je ze als consultants laat komen, dat je ze contracten aanbiedt, dat ze een bepaalde periode zitten en dan gaan ze weer weg en na verloop van tijd dat ze willen, dan komen ze weer terug. Ik denk dat de mensen aan twee kanten op en neer zullen leven, maar je moet namelijk de condities voor die mensen scheppen, dat als ze komen, dat ze geen spijt van hebben in wat voor brokken per natie dat gevaarlijk is, waar ze hun leven kunnen laten, waar ze overvallen kunnen worden en beroofd worden en doodgeschoten worden, dat ze zich gaan afvragen, waarin ben ik nu beland? Trouwens, investeerders komen nooit ook in dit soort van landen. Vandaar dat er geen enkele investeerder tot nu toe is geweest. Los van het feit dat deze regering een dubbele van die schuld heeft, was die schuld 4,1 miljard, die schuld is nu het dubbele, zeggen 8, bijna 9 miljard. Er is geen rente betaald, er is niet afgelost. Men reist maar à la dol
En daarom zegt die beweging, geef ons de gelegenheid, wij andere mensen die anders denken, integere mensen vooral, om te kunnen tonen wat wij kunnen. En vergeet die oude Viagra politici die rondlopen en u benadeeld hebben en u voor de gek gehouden hebben en u geruïneerd hebben tot de bottom. Ten slotte, meneer Samson, ik merk dat er een aantal luisteraars ons ook een aantal vragen stellen. Ik kan natuurlijk niet op allemaal ingaan, maar sommige mensen vonden dat ze toch met enig pijn in hun hart hebben geluisterd naar meneer Edward Belfort bij de proclamatie van ANSB. Hij was bijna niet te verstaan, zeiden mensen. En een andere vraag die men mij stuurt op dit moment is, of in elk geval een opmerking, dat men vond dat de publieke belangstelling nogal gering was, zeker als ze dat vergelijken met de mensen die bij de VHP zijn gegaan. Ja, dan laten de mensen weten, het was geen massameeting wat we hebben gehouden. We hebben een proclamatie namelijk gehouden waar we mensen hebben uitgenodigd, een beperkt aantal mensen. Die zaal was er ook naar. Op het moment toen meneer Belfort sprak, toen waren ook heel wat mensen namelijk ook al ondertussen vertrokken. Moet je namelijk weten. Maar het was geen massameeting. We hebben geen bussen ingehuurd zoals die mensen. We hebben geen mensen 500 gulden betaald om te komen op die meeting. Ze zijn helemaal vanzelf namelijk gekomen. En nu is het een kwestie namelijk om te gaan werken, om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen namelijk lid worden van die vereniging en dat de doelstellingen namelijk gerealiseerd kunnen worden. Laat me ook één ding zeggen, we zijn verschrikkelijk voorzichtig met het aantrekken van mensen. Want vanaf we zijn begonnen, zijn er meer dan 300 mensen gekomen om te kijken, is er wat te halen. En de enige vraag die we steeds namelijk kregen te horen, kan ik namelijk president worden, kan ik minister worden, kan ik minister van LVV worden? Ik zeg, ja, maar op grond waarvan, ja, ik praat boulanger en antroas namelijk in mijn tuin en dat soort van grappen. Dus de mensen komen gewoon voor corruptie om te roven en te stelen. En je moet weten, de politiek in Suriname is niets anders geworden dan een jackpot. Kom je daar, meneer, dan zit je met miljarden geld en ik kan je zeggen wat Suriname te wachten staat. Die gasten die daar komen zitten en ze zijn corrupt, hoeven zij hun kinderen en kindskinderen nooit meer te werken. Dat allemaal over de rug en ten koste namelijk van het arme volk. Dus de mensen moeten één ding weten, het was geen massameeting, maar van het arme volk. Waar er geld werd betaald, waar er bussen zijn ingezet en dat soort van de dingen en dat soort van zaken meer. De mensen zijn allemaal op eigen kracht namelijk daar gekomen. En wij zijn echt niet van plan om mensen te gaan betalen, om te overhalen, om ons te joinen. We kunnen alleen maar zeggen, als het zo moet, dat is oude politiek, mensen omkopen. En wanneer je daar zit, heb je lak aan die mensen. Nee, dat is niet die nieuwe beweging. Ja, yes. Je komt er. Zitten we er eenmaal, dan is het een kwestie namelijk van meneer werken voor het volk. En dan moet u ook weten wat waar het verschil namelijk is. Je hebt de beweging met het bestuur en je hebt het CPO. In het CPO komen de mensen die gebaloteerd gaan worden, ja, en de uitvoering komen van minister tot naar president. Dus noem maar allemaal op, directeuren van parastatale bedrijven, et cetera. En het bestuur zelf, de mensen van het bestuur waaronder ik zit, ik word geen president of minister of wat dan ook. Wat ik wel ga doen, controlerende functies. Dat er niet geroofd en gestolen wordt en die corruptie zoals we dat kennen. Want ik heb de mensen gisteren ook gezegd, je kunt kiezen voor die beweging, maar je moet met één ding rekening houden. Met één been zit u buiten, met het andere been zit u in de gevangenis. Want iedereen kent mij eigenlijk zo'n beetje in Suriname. De meest gehate persoon, omdat ik een klokkenluider ben. Het is maar voeroe. Kom ik op de radio en de televisie en ik noem ze met naam en toenaam. Meestal doet men niks tegenover, omdat de mensen die moeten vervolgen ook correct. Maar we hebben de mensen wel gezegd, wil je komen lid worden van die nieuwe beweging en je komt met andere bedoelingen, meneer, dan ben je gewoon aan het verkeerde adres, want we zullen aan werken dat je in die gevangenis namelijk belandt. Want het is allemaal mooi geweest, zoals men dit volk namelijk uitgebuit heeft. En
voor verder moeten we zeggen, het is allemaal aan de mensen om het vertrouwen te geven. Laten ze eindelijk voor iets anders gaan kiezen. Laten ze voor een stukje eerlijkheid gaan kiezen. En laten ze kiezen voor mensen die verstand van zaken hebben en voor hun wil komen werken. Want u begrijpt het wel, als het goed gaat in het land, gaat het ook de mensen die niet in de politiek zitten ook goed gaan. We denken verder, natuurlijk, er moet geld verdiend worden. En we weten, we hebben een enorme schuld. Maar we weten ook precies waar we namelijk het geld namelijk moeten gaan halen. Ja, en in de tijd van Venetiaan was ik ook heel dichtbij. En we zijn zonder IMF ook voortreffelijk namelijk uitgekomen. Dus het kan allemaal. We weten dat we schulden hebben. Maar we weten ook hoe we het moeten aanpakken. En we weten ook dat we geen groot feest moeten vieren. Geld over de ballen gooien. Geld in een helikopter, vanuit een helikopter naar mensen strooien. En dat soort van zaken. Het is allemaal namelijk voor de gekhouwerij. Later eindelijk een goede regering namelijk komen, een eerlijke regering, een regering die het meent, die van dit volk houdt. Want als er mensen zijn die vinden dat ze blakamang zijn, dan moeten ze naar Afrika gaan. Als anderen vinden ze zijn coolie, dan moeten ze maar naar India gaan. Ik heb het over Surinamers. Alle Surinamers, geen één uitgesloten. Ik maak geen onderscheid van rassen. Goed. Meneer Samson, ik ben blij dat u in elk geval de luisteraars duidelijkheid hebt gegeven over het een en ander betreffende het ANSB. En we zullen zeker nog terugkomen op het een en ander. We willen u alvast bedanken. En, voordat ik eindig, wil ik de mensen wel vragen om te praten met de mensen die ze ondersteunen hier in Suriname, pakketten sturen, dozen sturen, geld. Laten die mensen hun verstand namelijk gebruiken en niet weer eigenlijk achter een rattenvanger van Hamelen te gaan lopen. En wanneer het zover is, meneer, word je in zee geleid en je verdrinkt. Ja, want als ze die fout nog een keer maken, we hebben het gezien, we hebben het nooit gewild. Hadden we het geweten en gewild en hadden we geweten dat de leider van dit land een gespleten persoonlijkheid heeft, met een metalen masker opliep, dan waren we er nooit in getrapt. Maar ja, het is gebeurd. There is no way back. Maar er is wel een toekomst. Een toekomst waar we lekker in dit land kunnen gaan leven. Zonder racisme die we nu kennen. Ja, zonder dat één groep maar wordt voorgetrokken. Maar iedere Surinamer een stukje brood moet kunnen verdienen. En lekker leven in dit land. Daar gaan we voor. We gaan voor Suriname. Voor de Surinamers. Goed, we komen natuurlijk de komende tijd op de doelstellingen terug. Er zijn heel veel meer vragen die ik hier voor me zie. En er komen steeds nog meer, maar we hebben de tijd niet om het nu te behandelen. Maar in de loop van de komende tijd zullen we daar zeker op terugkomen. Nogmaals, heel hartelijk dank. En ook van mijn zijde bedankt voor de gelegenheid geboden om dit nieuwe, dat Suriname naar betere, naar andere wegen moet leiden, naar meer welvaart en welzijn, dat wij het hebben kunnen verkopen aan uw luisteraars. Goed, ik dank u nogmaals en tot de volgende keer. En verder een fijne avond toegewenst. U hetzelfde en ook uw luisteraars natuurlijk. Dank u wel. Ja, beste luisteraars, en dat was dus het gesprek dat wij hadden met de heer Guillermo Samson, een van de bestuursleden van de nieuwe beweging.